Taylor Builders Edition 517E. Dat is de volledige naam van de gitaar die ik nu vast heb. Daarbij nog vermelden dat de 17 body shape staat voor de Grand Pacific. Dat is de nieuwe naam die ze hebben gegeven aan de Dreadnought gitaar in de Taylor line-up. Vroeger was er altijd een beetje een haat-liefdeverhouding tussen Taylor en Dreadnought gitaren. Martin was er het bekendste voor. Het was eigenlijk nooit het bekendste of populairste body shape bij Taylor. Enter Andy Powers, de luthier die dus eigenlijk instaat voor de vernieuwingen en het ontwerpen van de nieuwe modellen bij Taylor. Hij bedacht een Dreadnought gitaar die zowel de vintage kenmerken heeft van een goede oude Dreadnought, maar tegelijkertijd ook de bespeelbaarheid, de duurzaamheid enzovoorts heeft van de typische Taylor gitaar. Een gitaar die dus heel anders klinkt dan de typische Taylor. Taylor associëren veel mensen met een helder hoog, een briljant hoog, noten die zeer gedefinieerd zijn. Nu, de Grand Pacific is anders. De Grand Pacific heeft meer dat dense, dat dichte geluid van een oudere gitaar, een vintage gitaar. En dat gaan we meteen even demonstreren. Je gaat horen, dit is niet your typical Taylor. 517E. De 5 staat dus het eerste nummertje van de serie voor de Mahoney zijn achterkanten. Dat hebben alle 5 series. Het bovenblad is van spruce gemaakt en ze heeft een mooie shaded sunburst-achtige top. Ebbenhouten fingerboard, ebbenhouten brug. Dat vinden we bijna bij alle Taylor-gitaren terug. En het bekende ES2-versterkingssysteem.